Na de wedstrijd Excelsior 31, Sportlust, staan we met Ahmed Almadi. Ahmed, voordat ik over de wedstrijd begin. Je eerste maand bij de club, eigenlijk 2 maanden. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, bevalt wel prima. Goed ontvangen, goede spelersgroep. Ja, het is vrij gezellig. Maar voor mezelf heel erg wennen. Van Odin naar Sportlust, ander systeem. Veel kwaliteit binnen de selectie. Maar voor de rest wel prima. Dan begin je in de eerste paar wedstrijden steeds als invaller. En vandaag mag je starten in de basis. Hoe lekker is dat? Ja, heerlijk. Als voetballer wil je altijd in de basis staan. En wil je spelen. En is op de bank zitten niet het fijnste wat er is. Maar het hoort er ook bij. En dan moet je in de basis vechten. Nou, dat doe je dan vandaag. En dan doe je dat ook nog een keer met een score. Weliswaar van de penaltystip. Maar dat blijft toch lastig gezien de penalty van de tegenstander. Ja, ik weet niet wat met die penalty van die tegenstander was. Maar over het algemeen denk ik gewoon rustig een hoekje kiezen. En dan, en als je met genoeg vaart hem erin schiet, dan moet hij er wel in zitten. Dat was het zo. Ja, en die van de tegenstander, wat moet ik erover zeggen? Daar hoef je helemaal niks op te zeggen. We winnen vandaag bij Excelsior 31 met 0-3. Voor mij een verrassing. Voor jou ook een verrassing? Of had je de overwinning wel verwacht? Nee, ik vond het ook wel een verrassing. Ik vind zelf de uitslag wel een beetje geflatteerd. Ik vond dat ze wel echt goed speelden. Ze hadden goede kansen. En in de eerste helft hadden we het ook best wel lastig. Maar wij scoren gewoon op de juiste momenten. De eerste paar minuten scoren we. En net voor rust. Ja, dat zijn cruciale momenten. Uiteindelijk scoren we ook dan nog op tijd in de tweede helft. Gewoon al begin tweede helft. Ja, en dan is het heel lastig voor hun. Dus. Ja, we hebben het al een paar weken erover dat het maken van doelpunten voor Sportlust moeilijk is. Vanmiddag scoor je op goede momenten toch de goals. En dat maakt dan toch het verschil, of niet? Ja, zeker, zeker. Op de goede momenten scoren en zelf de nul houden, dat is het belangrijkste. Want ja, dat knakt er ook altijd iets bij tegenstander. Dat zag je ook in de eerste minuten. Ja, dan scoor je. Dan denken zij, wat is er aan de hand? En dan komen zij wel in hun spel. Zij scoren dan niet en dan scoren wij op het juiste moment weer, net voor rust. Ja, dan is het heel lastig voor hun. 3-0 winnen uit bij Excelsior, hadden niet veel mensen verwacht. En dan staat er vooraanstaande dinsdag nog een leuk potje op het programma. Daar kijk je naar uit? Ja, zeker. Bekerwedstrijden zijn altijd mooi. En dan helemaal tegen zo'n mooie tegenstander als Quick Boys. Met waarschijnlijk veel publiek, dus daar kijk ik zeker naar uit. Hey, bedankt voor het interview. Ik wens je een ontzettend fijn weekend en we gaan elkaar van het jaar zeker nog 100 paar keer zien. Ja, zeker. Dankjewel. Zeker weten.